Et voilà, je vous amène dans l'atelier de Piet Mondrian. Comme des maisons de poupées, finalement. Son univers. Wow. Waar Mondrian streeft naar een zuivere en spirituele omgeving, zijn de architecten praktischer ingesteld. Bij hen gaat het om een andere zuiverheid. Een omgeving waarin schoonheid, helderheid en hygiëne voorop staan. In het Rietveld-Schreuderhuis komen deze twee opvattingen samen. Er zijn zelfs geen vaste wanden meer en de ruimtelijke functies lopen in carbon. Gerrit Rietveld geeft elke instantie en ontwerpt ook het meubilair. Zijn nieuwe opschrijving van rood-blauwe stoel spreekt uit benen. Het zijn maar 13 matjes en 4 planken. Rietveld komt tot zijn architectuur en meubelontwerpen door het experimenteren met lijnen en vlakken. De moderne mens houdt van vrolijke en heldere kleuren en de levendige afwisseling van wit, zwart en geel.